Hallo, mijn naam is Bas. Je zult mij in deze film niet zoveel zien, omdat ik zelf de hele tijd de camera vasthield. Met deze film wil ik mijn ervaringen delen van hoe tijdens de Nederlandse Ultraskate van 2015 mensen veranderden van dit naar dit. En dat begint natuurlijk al 's ochtends op de camping. Goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Gaat het wat worden vandaag? Ik vraag het over een uurtje, Bas. Goedemorgen. Vanaf 8 uur kunnen we terecht op de baan. Naar dat niveau zijn we al. Goedemorgen. De baan die we gebruiken is een wielerbaan van 3,2 kilometer lang. In het verleden is al gebleken dat deze baan ideaal is voor ultraskates. De baan is bijna helemaal omgeven door een bos en is goed als vlak. In het basiskamp is Lonneke bezig met inschrijven. Oh, thank you. You're the first one to ask. Erik zorgt alvast voor de goede sfeer. Goedemorgen. Hey, hoi. Ga je filmen? Ja, ik ga filmen. Ja, ik ben al begonnen. Kijk, dat brengt geluk, wist je dat? Is dat zo? Oh, nou. Mijn eerste ultra. Oh god, Naomi, jij bent voorbereid. Je neemt gewoon je hele bed mee. Ja, ik moet nog terugrijden. Morgenochtend moet ik nog anderhalf uur rijden, dus ik moet gewoon wat slapen vannacht. Ja, oké. Okay. En je had geen luchtbed of zo. Je dacht, ik neem gewoon mijn hele matras mee. Ja, ik ben meer van de glamping. Okay. Wat wou je zeggen? Ik heb er nou al meer zin over hebben. Oh, jongens, sta niet op. Wordt het een wereldrecord? Geen idee, maar ik hoop het wel. Good morning. You're chilling. Mental preparing? That's it, mental prepare. Just stay off your feet, because you're going to be standing for a long time. Ja, yeah, yeah, that's good. En dan is het zover. Tijd om af te tellen. We zijn precies om 9 uur 's ochtends begonnen. In het begin skate iedereen natuurlijk nog een beetje bij elkaar, maar na verloop van tijd komt er vanzelf meer ruimte tussen de mensen. Hey! Oh, nog 200 nog wat kilometer, Lonneke. 289, 90. Hoe? En direct in het begin wordt er al een beroep gedaan op mijn support. The shit is bananas. Hoe gaat ie? Ja, goed. Ik bedoel, het is pas het derde rondje, hè. Dus, maar, hoe voel je je? Ja, een beetje gaaf. Maar, we gaan deze banaan de verandering inbrengen. Ja. Je hebt de tempo direct goed in. Ja, weet je, ik kan het maar beter gewoon meteen vanaf het begin proberen. Ja. En na even met Lennart te hebben geskate, ga ik nu even kijken bij de andere mensen. Hallo. Hoi. Ik zie jullie zo vrolijk zijn de hele tijd. Ja. Ik denk van nou, dan moet ik even de sfeer peilen. Ja, we zijn heel vrolijk. Ja. Oh jee, hoe kan dat nou? Geen idee. Ik denk dat het zo meteen ook wel ophoudt hoor. Oh ja. Morgen vers. Maar ja, bij de finish lijn wel vrolijk zijn. Ja. Hoeveel rondjes hebben jullie al? Dit wordt de 87. Oké. Jij begint te rennen. Ja. En terug! Hoe gaat het? Ja, heerlijk. Lekker op. Ja, voelt de baan nog een beetje vertrouwd? Ja, ik ben mijn ogen dicht nog hoor. Ja. Ja, de stukjes waar het echt droog is, dat vond ik wel 100 keer lekker. Ja, dat geloof ik. Maar het zal nog wel een beetje opdrogen of zo, hè? Jawel. Ja. Sneller! Ja, dan. Jeugdig overmoed. Ja, wij hoeven ons niet meer te bewijzen.
Hi. How are you? Doing good, man. Yeah? The weather is good now. Yeah. It's enjoyable. Track is getting dry now. Yeah. So are you going to... are you going to set a record or what's your goal? I'm going to set a record. My goal is to skate 24 hours. Okay. That's it. That's my only goal. Yeah, okay. To survive. Yeah, when my brother gets old and he retires, then I'll start worrying about Yeah. En inmiddels is de fanclub van Jochem, Kirsten en Anneke gearriveerd. Hallo, how are you? Zijn je gewoon zonder mij begonnen? Ja, sorry. Het, Goed te zien, Thomas. Paul en Thomas zijn van de oude garde Nederlandse ultraskaters. Maar nu zijn er ook nieuwe mensen die nog uit het buitenland komen. Keith bijvoorbeeld. How are you doing? I'm really good. Good. How many laps have you skated already? Yeah. I don't know, I've forgotten. Okay. I'm doing about 10 miles an hour. So. But yeah, it's all cool. Good. How do you like it? The track is perfect. And it's just wide enough for everyone. Yeah. Deze groep Duitsers is ook voor het eerste Vos evenement. How are you? Fine. Yeah? It's pretty fun, yeah. Fun, yeah? Okay, yeah. Good. Doors. This is the first time you are here, I think. Yeah, right. Yeah. For me, it's the first ultra at all. First ultra, and you have never done an ultra before? Yeah. Okay. Interesting. So do you have a goal? Yeah, I'm shooting for at least 100 miles. Okay. So I think I can make it. And if I can make more, I will make more. Yeah, sure. Nice. So do you share the same goal? Are you all going for 100 miles or my goal? What's your goal? Participate. Yeah. Survive. Yeah. Try 100 miles. Drink a beer. Try 200. Yeah. Wacht even. Ik had net de camera uitgezet toen Marco me vertelde dat dit zijn eerste skate-evenement is sinds 2 jaar. Een paar jaar nadat zijn vader aan kanker was overleden, werd ook bij Marco de diagnose gesteld. Tussen 2013 en februari 2015 heeft hij 3 chemokuren gehad. Ik kom even niet zo goed uit mijn woorden. Drive it for another strong man. Okay. My dad. So, but this is the first thing you do, the real thing after your chemotherapy. The first real distance event since 2 years. Wow. And then, okay, so you don't have your goal set very high, but at least you're here. That's survive. That's really good, man. Wow, now it really has special value. Wow, that's really hardcore. I'm very impressed. For me, this is a special day. Your family. Yeah. On the starting lane, we had some very familiar hugs. Yeah. With very, very special people you only see here. Yeah. So, yeah, family. Yeah, wow, that's really great, man. En hoewel Marco mee kan doen omdat hij hersteld is Rosanne juist gewond geraakt. Oh shit, wat is hier nou weer gebeurd eigenlijk? Wat heb je eigenlijk gedaan? Ja, dat weet ik zelf ook niet zo goed. Oh, het bloedde ineens. Nee, dat niet. Ik heb behoorlijk uitgeleden gemaakt. Oh jee. Nu al? Ik denk over een slak of zo, ik weet niet. Oh ja. Oké, okay. Let's go. Doe dit. Oké, okay, dank je. Zet hem op. Ja, dank je. Goedemiddag. Goedemiddag. Je komt ook even een ultra doen? Ja, ik kom even supporten. Ik ben nog van de oude ultra's. Ik heb ze nog een paar keer een hoofd erop gedaan. Ja. Maar je komt gewoon even voor spek en bonen een beetje meeskaten of je komt supporten? Of? Beetje supporten. Ja, top. Gezellig. Ja, leuk dat je er bent. Kom maar. Esther. De buitenlandse deelnemers lijken iets met muziek te hebben. Alexandra heeft een speaker bij. En Adrian zorgt zelf voor het vocaal.
Daarentegen houdt Tom het hoofd koel. Nou, lekker toch? Hallo. Hi. Lukt het nog met je verwonding? Ja hoor, gaat goed. Niet te veel bloed verloren? Nee. Arnoud, Stan en Erik zijn bekende personen in de long distance scene. Door de drukte heb ik ze helaas weinig kunnen volgen. Bijvoorbeeld omdat ik Rick probeer in de gaten te houden. Goedemiddag. Hey. Hoe gaat het ermee? Ja, prima. Ja? Zit je op een schema? Op wat voor schema dan ook? Ja, ik zit nu op schema. Twee minuten voor op wat ik gepland heb. Dus, 2 minuten? Ja. Op 24 uur? Ja, zeg maar nu loop ik 2 minuten voor op de doorkomsttijden. Oh zo, ja ja. Oké, okay, wat is je doel? Ja, wereldrecord natuurlijk. Oké, okay, dus hoeveel is dat? 465 wordt de uiteindelijke okay. Ronde ja. Voordat je gebroken hebt. En het record staat nu op 455,5 kilometer. Oké. Okay. Ja, oké. Okay. En terwijl ik overga van de ene skatemachine naar de andere, breekt de zon op. Tot genoeg van Andrew, die het tropische klimaat van Florida gewend is. Ja, I'm saying, oh, their sun does exist in the Netherlands. Ja, it is possible. I finally have seen it. Ja, ja. Oh, this is great now. And you, how are you? I'm doing good. Do you have a goal or something? Get back over 200, see what happens. Yeah, cool. En hoe zit het met stressniveau? Ja, ik heb een beetje hoofdpijn. Oh, oei. Benen valt, dat wisselt een beetje. Iedere keer van die momenten dat ik denk, oh, het gaat nu wel echt kut. En dan denk ik weer, oh, het gaat best aardig. Maar een beetje hoofdpijn. Ja. Maar goed, ik heb nu mijn petje opgezet. Ja, misschien toch een beetje dat het door het licht en zo komt. Ja, ja. Dit jaar doen er voor het eerst mensen mee in de categorie stand-up paddling. Voor Joshua is het een goede afwisseling met een pomp. Goedje gemaakt, maar ik gebruik wel vaak de stok, een beetje simpel, ja. Ja, aha. Dan lijkt ook een beetje boven die gaan trainen. Ja. Hallo. Hey, how's it going? Good, and you? It's feeling nice now. Yeah? The weather you mean, or? Yeah, or I'm sweating and everything. I'm from tropical weather, man. Yeah, I'm not yeah. used to this. Cool, thanks, brother. Alright, you good? Nadat ik zelf even snel wat heb gegeten, ga ik eens kijken wat er allemaal in het juryhok plaatsvindt. Wat doe je eigenlijk hier, Riba? Ik ben een van de tijdwaarnemers. Oei, klinkt heel belangrijk. Ja, ik zorg ervoor dat samen met andere mensen dat het tijdsysteem gewoon iedereen goed bijhoudt. Dat mensen weten hoeveel rondjes ze gereden hebben, zodat ze weten hoe ver ze hebben gereden. En hoe snel, gemiddeld. En of we dan daadwerkelijk een wereldrecord uit kunnen halen. En iemand die misschien wel een wereldrecord gaat skaten, is Anton. Hallo. Hallo Bas. Maar misschien ook. Hou je nog vol? Nee. Oh, maar toch hè? Maar toch, doe ik het. Raar. Ja. Fucking nee, I'm skating. Ik heb het druk Bas, zie je dat niet? Oh, sorry. Ja, godverdomme. Ja. De hele tijd aan het skaten, jij gaat de hele tijd maar weer verstoren. Sorry. Ik vind de camera af. What's the secret recipe? On the menu today is kiwi. Uh-huh. Kiwi. I like it. I just don't want to try to eat the skin. I'm trying to get the inside. Oh, weer even pauze. Andrew skate veel samen met Harrison. En net als ik mijn aandacht op Harrison richt, gebeurt er iets op de achtergrond. Let op wie er behalve Matthijs door het beeld komt skaten. Morning, right? Yeah. That means he lapped you. He lapped me. Oh no, oh. He lapped me. Oh. Quite impressive. Yeah. The race doesn't start until 12 hours. So. Yeah, exactly. This doesn't mean anything. Ingehaald worden door Rick is misschien geen groot probleem voor Andrew. Maar door een pechgeval met zijn prototype bracket, wordt hij noodgedwongen op zijn reserveboard skaten. En dat kost hem wel tijd. The bracket broke and he fell off the board and rolled and hurt his elbow. But yeah, he's I saw okay. That. And but the truck
is not okay. No, no, it's not okay. He's doing better than the bracket. I mean the bracket, not the truck. So this is an unused bracket. You're. No, it's from Simon. Oh, we don't care about him. No, we asked him. Oh, okay. It's okay. He asked. He just approved. Yeah. He approved it we for the cause. Okay. Thank you. So, come here, Andy. Keep going. So it's set up at 8 right now. Okay, which that's is fine. What if he I'll said it that. Was set up. Okay, I'll take that. Was 8. They were asking if you wanted it at 10. But it was set up at 8. Matt had it. He said it was at 8, so he kept it at 8. You want to try it out? And if you want it at 10, I'll take it. Wow. Yeah, it's better. Door verschillende onderdelen bij elkaar te zoeken, konden we Andrew's boot repareren, wat dus een wereldrecordpoging hopelijk geen grote tegenslag heeft gehad. Van Andrew's herwonnen toptempo ga ik even mee met het gemoedelijke tempo van Fabien. Hallo, how are you doing? Fine, and you? Yeah, I'm doing fine. I will break my whole record. Okay, what's your record? 127 miles. Nice. Yeah. And you're going to break it, or you want to break it? I want to. Okay. Precies halverwege het evenement loopt ook Lonneke tegen tegenslagen aan bij het opwarmen van de bloemkoolsoep. Maak eens grapjes. From the Bronx. Smells like the Broadway bomb goes down Broadway and it ends up in Charles School. And I have done with them. It's very fat. Oh no, what's this? You're taking a break. Yeah? Oh. You gotta eat, man. Yeah? Oh. Yeah, maybe you can eat skate. I'm getting tired also. But I can't stretch my legs out like this when I'm skating now. Can I? No. Okay, no, that's true. And Pep? Pretty hardcore scene you got going on. Zeg je? Nou, volgens bijalarm blijft het nog tot een uurtje of 10 regenen, dus ik denk, ik heb net gekeken, een beetje op deze kaksnelheid, zo, ik denk dat ik nog maar een rondje ga doen, Zan. Ja. Het is een half uur voor de helft en Rick gaat nog steeds heel goed. Jongen, dit gaat hard! En al de hele tijd, hè? Ja, hou je dit vol? Tot nu toe gaat het wel goed. Okay. Ja, zullen het zien over 13 uur, 12 uur? Ja, want het begint nu echt een beetje spannend te worden, hè? Ja. Maar ja. Wat gebeurt er? Andrew die is nu een half rondje, denk ik, achter mij. Ja. En Andrew die gaat mij nu eigenlijk proberen in te halen. Weer terug in te halen. En dan kunnen we samen rijden, zeg maar. Dat is het idee. Oh, het plan is samen rijden? Ja. Aha. Maar je zit nog op je schema. Ik zag je nog aantekeningen maken. Ik vind nu de rondjes af, maar ik zit er heel ver al boven. Als dat je te snel bent of te lang? Ja, te snel. Oké. Dus dat is goed. Misschien wel. Misschien doet het met de das om, je weet het. Ja, precies. Maar als je het volhoudt, dan is het goed, zeg maar. Ja, dan is het heel goed. Dan is het heel rustig uit in ieder geval. Ja. En iets over de helft is het ook voor Paul tijd om even zijn strategie na te gaan. I have good news for you. What? This was your 54th lap. Okay. So, you're on half the race, you're exactly a bit over half of 200. You just over 100? You're over 100 now. I had to check it now. Yeah, exactly. So the halfway point, see how I have to react now. So you're exactly on your schedule, but yeah, now you should decide what you want to do with that. Oh, it's gonna be a long night. Ja, gaat het nog?
ik een beetje zere benen. Oh, ja, dan moet je niet zo lang stilstaan. Dan word je nog koud ook. Ik word niet koud. Het is helemaal zuurd. Je voelt niks meer. Maakt niet meer ik uit. Ik heb nog best veel energie, maar dat is in dit deel van mijn lijf. En niet meer in mijn benen. Dan moet je gaan stand-up paddelen. Moet je stand-up paddelen met zo'n stok. Ja, maar nee. Beter niet misschien. Na 13 uur bereiken Laura en Pippi ook een mijlpaal. Om 9:15 begint het echt donker te worden en zie ik een onverwachte gast voorbij komen. Hallo! Hallo! Bassie. Jongen, wacht. Bijna komt Bas met het volgende diepte-interview. Ja, ja, volgende diepte-interview. Wacht even, ik heb hier een interessant verhaal, skate hier, geloof ik. Wat is dit? Dit is het tijdens het 57ste rondje, of? Ja, blijkbaar. Ik doe het samen met mijn chip. Ik heb een gedeelde chip voor het wereldrecord. Mike. Eigenlijk zou Lutsen nu ziek in bed liggen. Ja, maar hoe is het? Ja, helemaal naar de kloten. Ik heb geslapen de hele middag. Ja. En ja, het gaat wel. Oké, dus je had eigenlijk best mee kunnen doen? Nee, dat niet. Ik rijd nu alleen voor Lennart mee. Oké. In de nacht is het natuurlijk extra vermoeiend om te blijven skaten. Onder de tent in het basiskamp zitten supporters en poserende skaters, terwijl sommige mensen proberen te slapen in hun eigen tent. Maar natuurlijk zijn er ook genoeg mensen die de hele nacht door blijven skaten. Hallo? Okay, sorry, can I bother you with a bit of light? I try not to shine it in your face. If I shine this down here, then you can film it. How are you? Yeah, I'm good. How are you? Yeah, very good. I'm 132 miles in. 132, oh nice. Yeah, my target is 165 and it's only 11 o'clock, so. 165, that's an interesting target. I want to beat somebody. Yeah, yeah, yeah. But I can't remember how far they went. So this could end very badly. Yeah, maybe you're guessing too low. So if you could find out for me how much. Who should I be looking for? Joe Coles. Hallo, ik val je even lastig hoor. Mag al bijna. Kijk, volkje. Ja, zo. Dus mijn eerste echte goede pauze. Even een midnight snack. Ja, rijst met groenten. Maar ja, ik weet niet of dit goed is, een experiment. Maar heel veel chocola en koekjes. Ja, oké. En hou je het er goed op vol? Ja, dit is een beetje mijn eerste echte pauze. Ja. Ik begin nu al zwaar te krijgen. Ja, toch wel hè. Ik weet niet of ik dat wieltje ga verdienen. Okay, Lennart had ook even pauze om te kunnen eten en van kleding te kunnen wisselen. Lennart, ik hoop dat ik jou ook goed in je ogen schijn. Met thee, vies met thee. Ja, nee, maar Luis heeft thee voor mij. Toch wel even een kleding switch, ja. Ik dacht dat je altijd wel gevoelig was voor. Ja, oké, nee, wacht, sorry. Niets marshmallow vision. Die heeft Paul. Niet zo mokken. Lennart, dit kan wel maar iets meer, dance moves. Lennart. That's all. I go zero to waste, possible. Oh yeah, sure. So how do you like the whole thing so far? Fine. It's a bit cold, but otherwise everything is perfect. Yeah. The track is wonderful. In 20 kilometers, I will break my own record. Oh, nice. I have 8 hours schedule. Vanwege het donker film ik wat minder. Tot rond een uur of een Adrian ten val komt en zich zo te zien ernstig gewond heeft. Oké, relax. Just try to relax. Ik zou even wachten nog. Does it feel like you broke something or is it during your muscles? Strain muscle or something. So yeah, maybe it's cramp or something, or yes, cramp. Okay. Yeah, give me a cramp. Good guy. Met zijn verwonding lijkt het dus wel mee te vallen. Ik leg de camera weer even neer tot 4 uur 's nachts. Wow, guys, you're still skating together. Yeah. That's really nice to see. Yeah, I think at this point we've suffered pretty long, so it's nice that you just have company now. Yeah. Een uur later, om 5 uur, begint het weer licht te worden. How are you? Good? Yeah? I'm on up to 200. My wheels. I want my wheels.
How's your foot or your leg going now? Hmm? With the cramp when you fell, how's that going now? Yes, right. I can come for one more lap. Okay, good. Lekker! Paul heeft het er een stuk moeilijker mee. I'll skate with you. Wait. Oh, there's no nothing there. Not yet. What? God! How are you? Oh, I'm doing awesome. Never been better. Yeah. I'm so happy to be doing this. Melissa, sir. Oh, please tell me I'm done. 21 laps. 82. 21 laps. That's a lot of laps I still gotta do. That's a lot of laps. I'm not gonna make it, dude. You're gonna make it. A banana, an apple. A banana. I'm tired. Get bananas and apples. Sorry. Same thing all the time. Once you're on your way, it'll be like you never did anything else. Yeah. There we go. I don't like you guys. What? I'm busted, Lewis. I'm going next. You can do it. We gotta keep on. I'll just smoke a cigarette. You can do that while skating. That's forbidden. I'll make an exception in this case. Okay. Yeah. Come on. Om 6:30 staat Paul de handen in de ring. Maar hij heeft dan wel 261 kilometer geskaten. And this is the best cigarette I've ever had. Oh, covered in slugs. Ondertussen skaten Rick, Harrison en Andrew nog altijd met hetzelfde tempo door. En nu de nacht voorbij is, gunt Lutze zichzelf ook eens een pauze. Leuk, hè? Nee. Hoeveel rondjes heb je nou meegeskaten? 100 nog wat kilometer. Echt? Ja, ik kom niet naar de ultra hoor, ik ben ziek. Oh ja, nee, maar ik ga wel gewoon de hele nacht door skaten. Ja, ja. Dat is echt het beste moment. En? 76 rondjes. Hoeveel is dat? Ik kan niet denken. 243 kilometer. Wauw. Maar ik heb nu weer een rondje, dus. 243, dat is ver. Ja, van mij. Ja, dat mag wel, ja. Maar we gaan nog even door. Ja. Dat is namelijk... 6:30, is het nog? Anderhalf uur? Enige tijd, ja. Anderhalf uur, ja. Dus kunnen we nog wel. Ja. Goed zo. Yay. Het einde is dus in zicht. Maar Keith staat nu al aan de kant. Keith, you're here. Oh, now the tears are coming. Okay, wow, I love this. Oh, it's off. Oh, no, it's not. You're here. Have you... Did you make the record? I got what I wanted. Okay, yeah. Good. Congratulations. Yeah. Thank you very much. I really see some tears, sir. Or that's exhaustion. It's pain now. Oh, really? Yeah, I've got to find somewhere to sleep, somewhere today, so maybe you're moving, but... Yeah. Well, you got what you came here for. I did. Yeah, I'm good. Happy. En dan breekt het laatste uur aan. Dat betekent dat er nog maar genoeg tijd is voor een paar rondjes. Nice, fast. 9:39. So I just have a small suggestion. You probably have realized it. If any one of you wants to beat the other one, you will have to start racing now, because otherwise you don't have time to lap the other. We're not racing. We're gonna finish together. Okay, awesome. And racing right now, it's gonna be your death. it's not gonna work. No, that's. I realized that, but I was wondering if you also realized that. We've been skating together right now for about 12 hours. And we're gonna race each other. Awesome.
Goed bezig, Stan. Laatste diepte interview, Bas. Ja. Nou, laatste diepte interview. Ik ben op het moment meer slak dan man. Ja, inderdaad. Is het wel Lennart die finished? Of zijn hoe hard ik ook ga, het is altijd een slak het hangetje. Ja. Voor een dramatisch einde is het nog gaan regenen ook. Om Lennart de laatste rondes door te helpen, geef ik nog één keer water en een banaan aan. Ik heb jou al veel te weinig gefilmd, maar jij bent ook goed bezig. Chill. Maar ja... Jij doet nou rustig aan, zo te zien. Huh? Ja, het is helemaal klaar. Maar ik ga nog net 3 kilometer pakken. En dan heb ik geen tijd meer voor een rondje. Oké, maar en hoeveel heb je dan? 390. Netjes. Ja, dat is tevreden. Daar mag je best wel trots op zijn ook. High five. Ready? High five for dad. Yeah. So, okay, right about at 10. Yep. 4 laps to go. How many? 4. Awesome. Bravo! Hoe gaat ie met de regen, hè? Ja, mijn bord is heel glad. Ja, laatste 2 rondjes nou. Ja. De regen maakt het inderdaad wel even op. Ja. Maar je hebt nog 35 minuten voor 2 rondjes, dus die ga je halen. Ja. Ja, dat ga ik wel proberen, ja. Go for it! Je hebt nog 13 minuten voor een rondje. Dus dit, als je nog kans hebt om te knallen, ik hou je nu al niet bij. Dus. En dan de finishes van de laatste 10 minuten. Hoe zat dat nou met het record? What was the final? What was the distance? You're a mile and a half. Met een monsterlijke afstand van 459,9 kilometer, dat is 285,7 mijl, hebben Rick en Andrew het wereldrecord verbroken. Goed gedaan, man. Gewoon geluk. Je hebt het gewoon gedaan. In deze film heb ik een paar mensen gevolgd, maar iedereen heeft zijn eigen verhaal waar je een reportage over zou kunnen maken. Het is de samenwerking waardoor iedereen zijn grenzen kan verleggen.
Yeah, tell me what to do. This is what I'm going to do. I'm going to go home, and this next year, I'm going to quit smoking just to come back and do the 200 miles. That sounds like a very good plan.